Welkom in deze nieuwe video van Polestar. We gaan eerst de gordijn ophangen. Iedereen denkt de gordijn, hoe lang is dat geleden? Maar ja, dat is al toch wel ver. Even afstellen als K3 nu is. Dus K3 is nu 5 jaar oud. Dus ik wil je voorstellen, zo lang is dat dus geleden. En nu maar hopen dat het past. Dat is dus eigenlijk de uitzicht dat we het zien. Hè. En past het. Ik zal even kijken, jongen. Spannend moment aan. Dat ik gewoon officieel wil kunnen hier zitten. Ja. Dit is ook hier in de moeilijkschaft. Ja, het is al heel oud. Dat ding dat er hangt is eigenlijk al heel oud. Dat is toch wel al 20 jaar, meer 22 jaar. Ik ben hier ooit geweest, 21 jaar zal het zijn, want ik heb het hier ook nog weten opbouwen. Toen. Dat was nog met de eerste K3. Toen werd je weer naar de winkel. Een beetje geschiedenis voor jullie in de vlog vandaag. Je bent wel groot genoeg, hè? Je hebt mijn Karel niet nodig. Nee, maar ik heb wel iets anders nodig en dat kan ik nu niet doen, dat ga ik zelf. Hè. Zo. Zo is het zeker, zo is het. Wacht, hè. We kunnen dat oplossen. De kast is. Kijk eens hoe kast dat leeg is eigenlijk. Het is de eerste keer dat het zo leeg is. Hè. Kijk eens, al die kleren zo ergens anders. En dan kijk eens, het is stil. Hè. Kijk eens, is goed. Ik zou het niet eerder een hele manier openen. Komt dat hier zoveel is? Is die dan opengezet? Bijzonder. Wat ben je nu aan het doen? Ik ben nu een vast grapje aan het maken. Dan kan ze zeker niet openvallen. Dan kan ze zeker niet openvallen. Wat wel het geval is gebeurd. Ja. Ah ja, oké. Maar dan gaan wij ze een beetje wel eens moeten kijken hoeveel, hoe hoog en alles moet. Alles vast te houden. Want anders gaan ze die vraag waarschijnlijk stellen onderaan de comment. En dan mag je gaan schrijven. Geen probleem. Dan gaan we gewoon. Wacht, dat kan ik niet zo doen. Jij doet het nu voor 420 mensen. En misschien nog meer. Ik heb bijna 500 volgers. Als we 500 volgers hebben, dan gaan we
En dan die kaart opeten. Dat zit weer in de hand van de duizend. Kijk naar het erop ligt, want dan is het wel heel mak. Of zit hij er dan nog boven? Kijk hè. Ah, valt hij juist boven. Dus moeten we dat eens een beetje ondersteunen. Als ik moet helpen, is het eigenlijk dan? Voorlopig niet. Ik ga even aan het denken wat we best kunnen doen. Als ik nu de deur opzet. Oké, wacht even hè. Is denk ik zo. Ik ben blij dat je nog kunt denken. Anders gaat dat een probleem geven in de toekomst. En anders, die kast moet toch een beetje stevig staan. Als je het niet op je vingeren krijgt allemaal. Ja, op je voet. En lijkt gisteren bijna. Is de vlog kwam net uit als het gebeurde. Want anders had ik een mooie beeld gehad voor de vlog. Had ik inderdaad een schoon beeld gehad. Ik had dus gisteren een weddenschap, dat weet jullie nog wel, de weddenschap tussen die peer. Ik had dus Klaasje geantwoord, maar Klaasje was het niet. Het was dus Richie. Maar omdat ik dacht een duo zingen, ik dacht Richie zingt niet. Dus dat kon dus niet. Hè. Ik was echt op zoek naar iemand die echt aan het zingen was. Maar ja, Richie maakt wel muziek, maar ik had totaal niet door dat het daarmee te maken zou kunnen hebben. Dus ik had het fout daar. En omdat ik het fout had, had Annie gezegd, ja, dan moet je ofwel kaal ofwel een staartje. Kaal ga ik nog niet gaan. Dus is het een staartje. Ik had er wel. Wat zeg je? Dat we het record niet verbroken hebben gisteren in de live. Ja. De 3 dagen geleden zaten we met 5000 mensen in de live. En 5000? Ja, 5442 om precies te zijn. Bezig met de kast nu in te ruimen. Ja. We doen ons best. Volledig ons best. Hoeveel punten krijgt hij? Het is niet volgens de letter, maar het is opgevallen. Ja. Kijk, hè. Dit is niet het probleem waar verkeerd opvallen. Dat is veel te breed voor in uw kast opgevouwen. Je kunt dus beter veel fijner gaan, hè. Want anders... Voor mensen die deze naam herkennen, hè, dus, zingt die nog? Het is niet volgens de wet, maar zo is eigenlijk het makkelijkst. En zingt die persoon eigenlijk nog wel? Welke persoon? Moet hij het opvallen zijn? Nu ja, zingen doe ik nog niet, hè. Ik kan veel doen, maar zingen nee, maar dit t-shirt komt toch van Idol, hè. Ah, is dat nee. Dus... Kijk eens hoe fijn dat opgevallen is. Het is wel iets langer, maar kunnen we er ook nog, als je door wilt, in... Oppassen, kunnen we nog altijd nog een beetje zo werken en dan kunnen we dit nog naar hier brengen. En is er nog kleiner opgevallen? Kijk eens hoe schoon dat is. Dat is toch prachtig, hè? Heel mooi. En als je de deur nog dicht doet, kijk. Dan is het nog een beetje af. Kijk. Prachtig toch? Het is ook in een keer zo, ja, mooi hè. Een klein beetje doen en dan gaat dat ook eens kunnen orde zijn. Ja. Ik ga eerst die traperie hangen, want daar heb ik ook hem voor nodig. Ja, want dat moet nog gedaan worden. Dus zo. Wat is deze hier? Even kijken. Deze is toch kapot. Dat er allemaal van tussen? Nee, die haakjes moeten laten zitten. Maar die tjoepjes niet. Die tjoepjes niet. Dus dan gaan we die tjoepjes van tussen doen. Ja, meisje, kijk, we moeten die tjoepjes van tussen doen. Een grote machine. Ik heb ook nog zo ergens anders een gordijn, maar ik weet niet waar die is. Ja, daar weer liggen pannen op dak. Ja, dat heeft ze gekregen van de vorige huurder. En ze heeft dat huis nu gekocht en zo. Ja.
Ja, je hebt van die goede handen, hè. Dat is bij mij niet het geval. We zijn nog wel snel, hè, want je bent vies. Hoeveel haakjes zitten daar? Mag ik eens even zien? Wacht even, hè. Als je even de spanning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We worden bespioneerd. Kent je die vrouw? 16. Moest je stellen? We worden gespioneerd daar, hè. Zie je dat? Er staat daar iemand, dat is buurvrouw. Die is dat gewend, hè. Die staat daar. Ik ga ons hierop zetten. Dan zien we dat beter. Ja. Als het in het tegen ligt. Zo. Maar die kunnen we niet missen. Dat is het. En die moet je dan gewoon overschuiven. Ja, maar en wat zijn er dan eigenlijk twee rails? Ja, wel, wacht, ze zijn aan het testen, zo, want hier klopt iets niet aan uw railtjes. We hebben gelukkig schoenen aan, want er is ook nog een ijzer van gisteren. Kijk, dat is wat hij aan het doen is. Er zijn dus twee rails die erin zitten. Waarom? Dat weet ik niet, dat is hier al oud. Eén is voor glasgordijnen en het andere is voor overgordijnen. Ah, en wat is dan het verschil tussen die twee? Dit is een overgordijn. Want dat is een overgordijn. En een glasgordijn, dat is doorzichtig. Ah ja, voor de mensen die dat dus willen weten, dan weten die mensen dat ook. Want die wolken zijn er zo echt heel speciaal kwaliteit uit. Die wolkjes. Dus ja. Dan weten we dat ook in één keer. Kijk, die gordijn hangt. Natuurlijk, er moet nog wel veel mee gebeuren, maar hij hangt. Dus, dat is nog niet goed genoeg, er moet een nieuw stuk. Ik ga voor een nieuw stuk zorgen. Dat moet eigenlijk niet in de vlog, maar ja. Kijk, hoe mooi dat is eigenlijk, de gordijn. Want het zijn de verkeerde... Je hebt twee soorten wieljes. En volgens mij is dit van Nederland. En is dat een ander systeem. Ah, in Nederland hebben ze een ander systeem, dat wist ik niet. Oei, 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 dat dus ook nog. Dus ik moet even... Wat hebben ze niet anders, hè? Ik heb heel veel respect voor Nederlanders, hè. Alle respect daarvoor. Andere wieljes in Nederland, ik woon aan de grens en... Daarmee is dat. Daarmee weet ik dat. En je gaat het niet vinden, hè, want het is daar groot. De grens. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.